allemaal, welkom bij een nieuwe video van mij. Mijn naam is Nathalie voor de mensen die me nog niet kennen. En voor de mensen die mij wel al kennen, die op mij geabonneerd zijn, welkom terug bij een nieuwe video. Voor de mensen die nieuw zijn, hou je van beauty, fashion en lifestyle, food en shoplogs? Vergeet dan vooral niet om op mijn kanaal te abonneren, alvast een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet vooral niet de notificatiebel voor het geval ik weer een nieuwe video heb geüpload. En vandaag heb ik voor jullie een shoplog. De titel zegt het al, een action shoplog. Ik heb weer het een en ander gescoord bij de shoplog. Nou, ik ben echt best wel verheugd om het allemaal aan jullie te laten zien. Want echt topspulletjes weer. Dus laten we beginnen met de video. De eerste aankoop die ik met jullie wil delen is deze Baltimore, hè, van het merk Baltimore, Rechargeable Floodlight. Bij mijn eerste Action Shop log heb ik dus een variant gekocht van €9,95. En het bleek dus de verkeerde te zijn. Want je moest dan het zelf gaan, je moest zelf aansluiten aan een stekker. En dan moest je met bedradingen gaan zitten rotzooien. Nou, ik ben zelf niet technisch aangelegd. Dus ik heb hem weer moeten omruilen. En dit is een rechargeable. Er zit ook een USB kabel bij. Waarmee je het dus kan opladen. Dat is dan handig voor als je 's avonds wil gaan fotograferen. Ja, of bijvoorbeeld wat je ook veel ziet tegenwoordig is in parkeergarages. Waar bijvoorbeeld mooie foto's voor Instagram gemaakt worden. Dus dan kan je deze rechargeable bouwlamp meenemen. Je kan het eerst van tevoren opladen thuis. En dan neem je het mee. Is gewoon erg handig. En ja, deze variant, deze is dus rechargeable. En deze kost dus €14,95 van het merk Baltimore. Dus ja, ik vond het erg handig. Ik heb die andere dus teruggestuurd. En ik ben ontzettend blij hiermee. Ik kan niet wachten om deze te gebruiken. Want ik had, al die tijd kon ik het niet ruilen. Kon ik het niet terugbrengen naar de Action. En kon ik dus daar geen foto's mee maken. Maar nu heb ik dus eindelijk de rechargeable versie. Erg blij mee. Voor €14,95. Dan heb ik mijn volgende aankoop. Deze LED strips. En dat is van het merk Grundig. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Grundig of Grundig. Deze kinderen van mij die zaten al enige tijd te roepen dat ze LED strips wilden hebben. Ik had ze nog niet eens gezien bij de Action. Dus ja, ik kwam ze tegen en ik was met mijn dochter aan het winkelen in de Action. En toen kwamen we dus deze LED-strips tegen. Deze LED-strips zijn 3 meter lang. En ja, mijn zoon is echt een gamer en die wilde dus dit in zijn kamer ophangen. Ja, om natuurlijk de ultieme sfeer, de gamesfeer te creëren. En mijn dochter is echt een meisje en die kan ook altijd heel goed haar kamer gezellig maken. Dus die wilde er ook graag eentje hebben. Dus vandaar dat ik deze LED-strips voor de kids heb aangeschaft. En deze LED-strips van Grundig zijn €9,95 per stuk. Dan is mijn volgende aankoop deze scharenset. Deze scharenset is van het merk Rostvrij. En dan heb je 3 varianten zoals jullie kunnen zien. 3 stuks. Eén van 21 centimeter, één van 16 centimeter en één van 14 centimeter. Ik vind het altijd wel handig om meerdere scharen in huis te hebben. En ik heb ook altijd 1 schaar die ik apart hou om mijn kipfilet mee te knippen. Ik vind het gewoon veel handiger om mijn kipfilet te knippen in plaats van te snijden. Dat gaat voor mijn gevoel veel sneller. En vandaar dat ik deze scharenset heb gekocht. Ik denk van ik zag deze liggen voor €1,22. Is echt geen geld. Dus ik denk, dit neem ik gelijk even mee. Erg handig. Dus vandaar deze aankoop. Dan mijn volgende aankoop. Deze mixing bowl set van het merk Plast One. Zoals je kunt zien zijn het dus 3 beslagkommen met gewoon 3 verschillende kleuren, 3 verschillende groottes. De buitenste is roze en dan de middelste, blauw en dan de binnenste groen. En ja, ik vond het wel erg handig om te hebben, want ja, als je dan op een gegeven moment beslag hebt, ja, vaak als ik bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een ei wil klutsen, dan pak ik gewoon een schaaltje. En de schaaltjes bij mijn huis, ja, die gaan zo snel op. Ik heb zoveel schalen, de schaaltjes vliegen om mijn oren. Maar op de een of andere manier
wordt het gewoon veel gebruikt en belanden ze dan in de vaatwasser. En soms denk je bij jezelf van, nou, je wilt wat maken of beslag maken of wat dan ook. En je wilt niet per se de mixer helemaal gaan pakken. Dan ja, vind ik het ook wel handig om gewoon deze beslagkommen te hebben. En deze beslagkommen van het merk Blessed One, die kosten maar liefst €1,99 bij de Action. Dus vandaar deze aankoop. Dan heb ik mijn volgende aankoop. Dat is, zijn ja, twee stuks tandpasta van het merk Oral-B. Ja, het is dus de 3D White. En ik moet zeggen, ik gebruik deze tandpasta al jaren. Ik vind het echt een fijne tandpasta. En ja, normaal gesproken haal ik deze, vooral als het 1 plus 1 is bij de Ethos, dan haal ik het daar, 1 plus 1. Maar bij de Ethos zijn deze volgens mij 3 zoveel, ik weet het niet exact uit mijn hoofd. Maar ja, deze tandpasta bij de Action kostte dus €2,49 per stuk. En ik zag ze dus ook op de website, dat ze in de aanbieding waren. Dus vandaar dat ik ze daar ook even gehaald heb. En ja, overal waar aanbiedingen te vinden zijn, daar ben ik gewoon. Dus vandaar deze aankoop. Dan mijn volgende aankoop. Deze Auto Zeem Spons van het merk Dunlop. Zeg ik het goed? Ja, Dunlop. Ja, binnenkort krijgt mijn auto weer een hele grote beurt van buiten en van binnen. Dus ja, ik denk bij mezelf, laat ik deze Auto Zeem Spons alvast aanschaffen. En met deze zeemspons kun je je ruiten gewoon echt aan de binnenkant, ook aan de buitenkant, gewoon streepvrij krijgen. En deze zeemspons heb ik dus aangeschaft voor 49 cent bij de Action. En dan mijn volgende aankoop. Deze Car Interior Cleaning Wipes. Zoals ik net al zei, binnenkort krijg ik mijn auto een grote beurt. En dan vind ik het ook wel fijn dat wanneer ik door de wasstraat ben geweest en dan de binnenkant de boel moet uitzuigen, dat ik ook gewoon ja, het interieur en de dashboard gewoon met deze doekjes kan afnemen. Deze doekjes, er zitten 40 stuks in en ja, ze hebben allemaal citroengeur. Dus dat ruikt lekker fris. Dus ja, ik ga deze binnenkort gebruiken. Deze zijn dus geschikt voor plastic en vinyl. En ja, deze kostte maar liefst 78 cent bij de Action. Dus ja, dat is best wel goed te doen, deze prijs. Dus vandaar deze aankoop. En dan mijn volgende aankoop. Deze twee blikjes groene thee met honingsmaak van het merk Arizona. En ja, moet je kijken naar deze blikjes. Ik vind het echt hele mooie blikjes. En ja, echt van die ja, mooie bloemen zijn erop geschilderd. Maar ik vind het gewoon echt hele mooie blikjes. En dan de opening is dus van ja, een beetje goudkleurig. Ik moet zeggen, deze groene thee met honingsmaak is ijs en ijskoud. Ontzettend lekker. Er zit 500 milliliter in. En ja, ik heb deze dus voor mezelf gekocht en even voor mijn dochter, want ze zijn er allebei heel erg gek op. En ja, deze blikjes kosten 78 cent per stuk. Dus ja, ik denk, laten we onszelf eventjes verwennen met deze groene thee met honing voor maar 78 cent. En dan mijn volgende aankoop. Deze twee blikjes Fernandez in de smaak Cherry Bouquet. Ja, dit vinden de kinderen heel erg lekker. Voorheen kocht ik deze wel eens voor de kinderen bij de Albert Heijn. Maar de Albert Heijn heeft nu van die langere en van die, ja, van die smallere blikjes. Veel smallere blikjes voor dezelfde prijs. Dus er zit ook minder in, maar je betaalt hetzelfde. En ja, dat denk ik bij mezelf, dat trap ik mooi niet in. Ik denk van, ik haal dit gewoon bij de Action. Action heeft ze niet altijd, maar wanneer ik ze zie, haal ik ze dus wel. En ja, ik maak er ook niet de gewoonte om iedere keer van anders te kopen. Maar de kinderen op z'n tijd, koop ik het voor de kinderen. Ze vinden het erg lekker. En deze blikjes, deze kosten 69 cent per stuk. Mijn volgende aankoop is dan, even kijken, dat zijn deze AA batterijen van Duracell. En ja, er zitten 8 stuks in. En ja, ik moet zeggen, ja, batterijen heb je het natuurlijk altijd nodig in huis. Ik heb ook wel van die lampjes
waarvan je wel eens de batterij van moet vervangen. En eens in de zoveel tijd is dat dus het geval. En ja, deze Duracell batterijen, die kosten €4,95 bij de Action. En ja, je kan natuurlijk her en der batterijen halen. Maar ik heb altijd het gevoel dat ik dan veel te veel betaal. Als ik batterijen nodig heb, ga ik gewoon naar de Action. Maar dan neem ik wel een van de betere merken. Want je hebt verschillende merken batterijen. Duracell, ja, is natuurlijk altijd wel de bekendste en een van de betere batterijen. Dus vandaar dat ik deze batterij bij de Action heb gehaald voor €4,95. En dan de volgende aankoop. Deze gasaansteker. Ja, we weten allemaal wel waar het voor gebruikt wordt. Ik ben iemand die van kaarsjes houdt. Ik steek elke avond kaarsjes aan. Ik maak het gezellig. En dan zijn deze gasaanstekers heel erg handig. Ja, vaak heb ik ook wel dat de aansteker zelf gewoon vaak veel langer is. Die heb ik vaak wel in huis. Deze zijn wat korter. En ja, vandaar dat ik deze dus ook aangeschaft. Want ja, de prijs die sprak me gewoon aan. Normaal gesproken haal ik die gasaanstekers ook wel eens bijvoorbeeld bij de Karwei. Als ik ze voor een goede prijs zie staan. En soms als ik eenmaal bij de Albert Heijn heb en ik heb geen zin om het ergens anders te halen. Ja, dan betaal ik eigenlijk te veel. En dan betaal ik voor de gasaansteker €1,99 bij de Albert Heijn. Haal je dit bij de Action, dan ben je 67 cent kwijt. 67 cent is toch geen geld? Dus vandaar deze aankoop. Ja, dat kon ik natuurlijk niet laten liggen voor 67 cent. Dus ja, het is altijd, altijd handig in huis. Ik gebruik ook geen... Ik gebruik ook niet zo vaak lucifers, weet je. Ik vind het altijd zo onhandig. Vooral als je van die theelichthouders hebt. En dan verbrand je weer je hand net, weet je wel. En ja, ik vind het gewoon onhandig. Dus vandaar altijd die gasaansteker. Dat is super handig om in je theelichthouders gewoon te steken. En je kaarsjes aan te doen. 67 cent, hè. Erg goedkoop. En dan mijn volgende aankoop is deze Vacuum Cleaner Air Freshener. Ik weet niet wat het merk is eigenlijk. Er staat geen merk bij. Maar ja. Ik zag deze dus in de Action staan. Ik denk, laat me deze eens een keer uitproberen. Want normaal gesproken als ik ga stofzuigen. Dan horen de kinderen ook wel eens zeggen van. Mama, het ruikt zo raar. Het stinkt. En ja. Het stinkt niet echt. Maar ik snap wel wat ze bedoelen. Het is een beetje een rare stoffige, muffige lucht. Weet je wel. Dus ik denk bij mezelf. Laat me deze uitproberen. Er zitten 3 stuks in de verpakking. En even kijken, het is de geur Fresh Linen. Ja, dus ik ben hier best wel benieuwd naar deze stofzuiger luchtverfrisser. Dus deze ga ik binnenkort gebruiken. En deze stofzuiger luchtverfrisser kost 72 cent bij de Action. Dus ja, dat is een koopje. Dus vandaar deze aankoop. En dan mijn volgende aankoop. Deze siliconen pannenlikker. Ik ga jullie zeggen... Echt jaar in, jaar uit zeg ik tegen mezelf, ik moet een pannenlikker kopen. Elk jaar weer. En steeds doe ik het niet. Dus wanneer ik cake heb gemaakt, of je bent bezig met beslag, zit ik iedere keer met een lepel, zit ik gewoon een beetje te rommelen. En ja, met een pannenlikker haal je veel meer eruit. Dan haal je echt alles eruit. Dus ik liep in de Action, ik zag deze. Ik denk, hey, ik loop er tegenaan. Ik denk, hup. In mijn boodschappenkar. Dus ja, vandaar deze aankopen. Deze pannenlikker kost 75 cent. Dus aangezien ik geregeld bak, ja, dan komt dit hartstikke goed van pas. Dus vandaar deze aankoop voor 75 cent. En dan mijn volgende aankoop. Ook van siliconen. Ja, een soort van siliconen kwast. Ik zag deze dus ook bij de Action. Ja, gewoon siliconen. Je kan er gewoon je pastijtjes mee bestrijken of wat je ook aan het maken bent. Dus ik vond deze ook wel erg handig voor 75 cent. Het merk weet ik niet, maar ja, erg handig. 75 cent bij de Action. Mijn volgende aankoop, ja, dat is echt jeugdsentiment, hè. Bubblicious. Bubblicious, ja. Ik heb 2 stuks gehaald. Dit is de Bubblicious Strawberry. En dit is de Bubblicious Coca-Cola. En ik denk van ja, af en toe vind ik het wel lekker om de kinderen af en toe even te verwennen met dit soort dingen. En ja, ik ben zelf wel een kauwgometer. Niet van de Bubblicious, maar ik ben echt meer van de frisse mentos smaak.
Ja, dit heb ik dus voor de kinderen gekocht. Voor 89 cent per stuk. Ik weet wel, ja, de smaak gaat natuurlijk heel snel weg. En je krijgt gewoon gespierde kaken ervan als je er te lang op koudt. Dat weet ik van vroeger. Maar ik denk bij mezelf, ja, af en toe ook vind ik het ook even lekker om de kinderen te verwennen. Dus vandaar deze aankoop. De Bubblicious, de cola en de strawberry voor 89 cent. En mijn volgende aankoop. Ja, dat vond ik echt cute. Dat ga ik jullie nu laten zien. Dat zijn deze frietmandjes. Ja, ik vond ze zo cute. Moet je kijken. Hier. Van Rosé Goud. Echt. Ik vind ze echt heel cute. En ik zag ze dus liggen bij de Action. En ik denk, die moet ik meenemen. Ik weet niet van welk merk dit is. Nee, er staat geen merk bij. Maar ik vond ze zo cute. Eens in de zoveel tijd maak ik van die hamburgers, weet je wel, echt van die, van, ja, om het mooi, ik vind het echt leuk om het mooi te serveren. En ik moet wel zeggen, al zeg ik het zelf, ik maak hamburgers die echt zonder capsules hebben. Ik vind mijn hamburger lekker. Ik vind ze lekkerder dan die van McDonald's, zeg je echt. Dus wanneer ik dus hamburgers maak voor de kinderen, maak ik soms ook wel eens gewoon van die frietjes erbij, of van die twisterfrietjes en die gekrulde frietjes. Ja, ik maak gewoon verschillende soorten frietjes. Maar ik vond het echt wel heel leuk om het dan ook, het staat ook gewoon heel gezellig, om dat soort frietjes eigenlijk te serveren in dit soort mandjes. Dus dan heb je zo'n heel mooi bord met je hamburger en dan zo'n, ja, zo'n frietmandje ernaast. Ja, dat staat gezellig. En het, ja, dat ja, vind ik gewoon gezellig staan. Is ook gewoon heel erg leuk voor als je visite krijgt. En ik heb er maar 3 gehaald. En normaal gesproken, als het om servies gaat of bestek gaat, haal ik altijd van alle 6. Maar ik heb er dus maar 3 kunnen bemachtigen. Dus de volgende keer, als ik bij de Action ben, zal ik toch even kijken of ik er nog 3 kan vinden. We zijn ook maar met z'n 3 en zo vaak krijgen we geen visite. Want ja, hè, jullie weten, ik kan het nog steeds niet geloven, maar we zitten nog steeds in een pandemie. Maar goed, toch vind ik het wel altijd fijn om er dan 6 te hebben. Dus volgende keer als ik bij de Action ben en ik zie er nog 3, dan zal ik er nog steeds 3 erbij halen. En deze, ja, ik vind ze echt cute. Deze frietmandjes van Rosé Goud, die kosten 89 cent per stuk. Ja, echt heel cute. Dus vandaar deze aankoop. En dan mijn volgende aankoop is, even kijken, van het merk Delicious Food. Deze serveertang. En ja, normaal gesproken als ik bezig ben met grote stukken vlees, als ik aan het bakken ben, vind ik het gewoon handig om met een tang vlees om te draaien. Vooral als het om grote stukken vlees gaat. Normaal gesproken zit ik ook altijd een beetje te harnessen met een mes en een vork. Maar zulke tangen, ja, of ik heb ook zo'n schaar, maar ik vind zo'n tang toch veel handiger. En het is natuurlijk ook goed te gebruiken voor salades. Ik zag deze ook in diezelfde schap als de pannenlikker, de kwast. Die siliconen kwast gaat ook in dezelfde schap liggen. Ik denk, ik neem deze gewoon mee. Ja, deze serveertang heb ik dus aangeschaft bij de Action voor 87 cent. Dus ja, vond ik erg handig om grote stukken vlees mee om te keren in de pan. En ideaal voor salades. Dus vandaar deze serveertang voor 87 cent. En dan de volgende aankoop is deze geodriehoek. En dat is van het merk Office Essentials. Ja, deze geodriehoek heb ik voor mijn dochter aangeschaft. En ja, die geodriehoeken, of ze raken kwijt of ze gaan kapot. En vorig jaar had ik er 1 gekocht voor haar bij de HEMA voor 1 euro. Deze geodriehoek van het merk Office Essentials, die kost maar liefst 23 cent. Dus je kan naar de HEMA gaan voor 1 euro. Of naar de Action voor 23 cent. Nou, dan is de keuze snel gemaakt, toch? Dus ja, vandaar deze aankoop voor mijn dochter. Voor 23 cent. Goede aankoop. En dan, mijn volgende aankoop. Deze 3 pennen. De balpennen van het merk Bic. Heb ik ook voor mijn dochter aangeschaft. Ze heeft net PTA-week achter de rug. Als het om school gaat, is ze heel serieus. Ze is echt serieus met huiswerk, met leren en de toetsen. Ja, we waren wederom in de Action. Ze zeggen, oh mama, ik heb nog pennen nodig. Ik denk van, nou ja, oké, prima. Deze 3 pennen bij elkaar kosten 87 cent.
ja, dus dan kan ze weer naar harte lust huiswerk maken en heel veel schrijven. Dus vandaar deze aankoop. En dan heb ik nog een laatste aankoop wat ik met jullie wil delen. Deze aankoop, nou dat wordt me wat, want ik ga het jullie zo laten zien. Deze gaan als warme broodjes over de toonbank. En ik ben best wel vrij vroeg met het kopen van deze aankoop. Ik ga het jullie laten zien. Volgende aankoop is, dat is deze ventilator. En hier heb ik er dus twee van gehaald. Deze ventilator van het merk Kinso. Kijk, hier is de volgende. Dit is de tweede. Nou, deze ventilatoren, ik ben erover te spreken. Het is 40 watt, maar ik moet zeggen, ik ben wel echt te spreken over deze ventilatoren. Want wat is nu het geval? Vorig jaar ging de ventilator voor mijn dochter stuk. Dus ik naar de Action om een ventilator voor haar te kopen. Dus we zetten het in elkaar. Hij deed het gewoon prima. Niks aan de hand. Dus zij had er gewoon plezier van. Ik zelf had een ventilator van bol.com. En mijn zoon had een ventilator. Wat gebeurt er? Op een gegeven moment ging zijn ventilator stuk. Dus ik denk, hé, ik moet weer terug naar de Action om een ventilator te kopen. Alles weg. Geen ventilator meer te bekennen bij de Action. Alles was weg. Dus toen had ik zoiets van, jeetje, wat ga ik nu doen? Want ik woon hoog en die zomers in Nederland, nou, die zomers in Nederland zijn zo afschuwelijk heet af en toe. Ja, 's morgens gelijk gewoon mijn bed uit. Het is niet normaal. Het is bij mij thuis in de zomer afschuwelijk heet. Dus zijn ventilator was stuk. En ik kon geen nieuwe ventilator krijgen. En ik had zelf een ventilator van bol.com. Dus ik sta mijn ventilator af aan mijn zoon. En ik zat zonder ventilator. Dus vervolgens had ik dus wel een kleine tafelventilator. Nou, die hield ik dan wel in mijn kamer om een beetje verkoeling te kunnen krijgen. Ja, ik baalde natuurlijk gewoon dat ik geen ventilator meer kon krijgen bij de Action. En op een gegeven moment ging ik dus vergelijken. In zijn kamer had ik dus mijn bol.com ventilator gezet. En ik stond voor die ventilator. Ik denk van, nou, ik voel wel een soort van wind, maar weet je, ik ben er niet echt van onder de indruk. Je blijft het gewoon, hè, als je het echt heet hebt, dan zorgt die ventilator niet echt voor verkoeling. Ging naar de ventilator van mijn zusje. Ging naar de ventilator van mijn dochter. Stond ik voor haar ventilator. Kreeg ik gewoon kippenvel. En toen dacht ik van, hè? Het was zo krachtig, die ventilator. Ik denk echt bij mezelf, oh, dit is echt een heerlijke ventilator. En op een gegeven moment had ik dus met mezelf afgesproken, volgend jaar ben ik er gewoon als de kippen bij. We leven nu in april, dus hè, er is nog geen hete zomer. Maar ik weet uit ervaring dat die ventilatoren, wanneer het echt op een gegeven moment, wanneer de temperaturen omhoog gaan, zijn ze binnen een dag uitverkocht, die ventilatoren van de Action. Dus ik denk bij mezelf, ik laat me dit niet nog een keer gebeuren. Ik koop het nog een keer en ik koop er gelijk twee. Dus ik heb nu die andere van bol.com heb ik weggegooid. Ik heb eentje voor mij in de slaapkamer en eentje voor mijn zoon in de slaapkamer. Dus hebben we alle drie hebben we nu een ventilator van de Action. Ik zal het deze week ook wel alvast in ieder geval in elkaar zetten om te kijken of hij het natuurlijk wel doet. En wat ook goed is om erbij te vermelden is dat deze ventilator 2 jaar garantie heeft. En mijn dochter die heeft er gewoon echt heel veel baat bij gehad. En ze gaat nu het tweede jaar in. Dus ik ga deze week deze ventilatoren in elkaar zetten. Want mocht er iets zijn of zo, dan ja, heb ik de bon. Dat is gewoon mijn garantiebewijs. En dan kan ik het gewoon omruilen voor een ander. Maar mijn advies is in ieder geval, als het om de ventilatoren gaat, jullie gaan het zien in de winkels van de Action. Ik zal er als de kippen bij zijn. En ik denk, doordat ik dit gezegd heb, gaan er ook al mensen zijn die het echt heel snel gaan halen. Want ik moet zeggen, ik hoop dat deze zending in ieder geval van Kinso ook zo goed is als die van mijn dochter. Dus dat laat ik jullie ook al bij de volgende shoplog van de Action weten.
Want in mei komt er natuurlijk weer een shoplog aan. Ik doe er iedere maand eentje. Dus ja, dat wou ik jullie eigenlijk als tip meegeven over de ventilatoren. En ja, dan zijn we eigenlijk bij het einde beland van deze Action Shoplog. Verder heb ik eigenlijk ook nog een vraag aan jullie. Wat zijn jullie beste aankopen van de Action tot nu toe? Hebben jullie in de maand april het een en ander aangeschaft? Zijn jullie heel erg te spreken over het product van de Action? Laat jullie me dat vooral weten in de comments. Hebben jullie nog tips? Of hebben jullie zoiets van, hey Nathalie, heb je dit product al gevonden of gezien bij de Action? Laat het gewoon weten in de comments. Laten we in de comments met elkaar een beetje bijkletsen over ja, wat hot is bij de Action. En wat heel leuk is om te halen bij de Action. Of wat heel handig is om te halen bij de Action. Laten we elkaar gewoon helpen. Laten we elkaar tips geven over bepaalde producten van de Action. En ja, dan kunnen we elkaar ook een beetje op de hoogte houden. Dus ja, dat zou ik eigenlijk aan jullie vragen. En ja, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Mochten jullie dit een leuke video vinden, vergeet dan vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En vergeet de notificatiebel niet voor het geval ik weer een nieuwe video heb geüpload. En vergeet niet natuurlijk hè, te laten weten wat jullie leukste of beste aankopen was van de Action deze maand. Dus ja, verder wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende Action Shoplog.